Hi, en welkom bij weer een nieuw dagelijks woord door de do dominee, uh, aflevering 17, dus handelingen 18. Fijn dat je nog steeds kijkt. Um, ik heb met jullie een bijzonder stukje. Natuurlijk leven we in de stille week, we leven naar Goede Vrijdag toe en naar Pasen. Maar we zeiden van, het is toch misschien wel handig om hierin door te blijven gaan, de structuur vast te houden. En we zijn alweer een heel eind op de tweede zendingsreis van Paulus. Hij is hier begonnen... Hij is helemaal hierboven in Griekenland langs gegaan, moest vluchten naar Athene toe. Daar was hij gisteren hè, met de Areopagus. En nu, vandaag, komt hij aan in Korinthe, de laatste Griekse stad. En straks gaat hij nog even naar Ephese en dan weer helemaal terug. Hij leert in Korinthe Aquila kennen. En dat is een jood die door een bevel van de keizer Claudius had moeten vluchten uit Rome. Het staat er zo terloops één zinnetje. Maar weer een keer dat een hele stad schoongeveegd is van joden. Dat is toch wonderlijk waarom, hen, waarom zij altijd worden vervolgd. Nou, Aquila en zijn vrouw Priscilla zijn leerbewerkers. Nou, Paulus is ook leerbewerker, dus hij trekt bij hun in. En het staat er maar één zinnetje, maar hij woont er dan anderhalf jaar. He, het staat allemaal zo kort beschreven, maar dit gaat natuurlijk over hele lange periodes. Daar in Korinthe, daar komen Silas en Timotius ook pas weer bij hem terug. Dus gisteren moest hij vluchten en ging hij naar Athene. Maar hier pas in Korinthe komen Silas en Timotius weer bij hem terug. Wellicht zijn die beide kerels niet eens in Athene geweest. Nou, de joden in Korinthe willen niet van Jezus horen. En ze zeggen... En dan zegt Paulus, dan klopt, dan klopt hij het stof van zijn voeten en dan zegt hij, prima, vanaf nu ga ik verkondigen aan de heidenen. En die willen het evangelie wel horen. En dan krijgt hij een visioen en dan uh, staat er nog dat hij zijn hoofd heeft laten kaal scheren uh, vanwege een belofte, waarschijnlijk de Nazirer-belofte. Dan gaat hij naar Efeze toe en dan naar Caesarea, Antiochieën is hij weer terug en dan is de tweede zendingsreis ten einde. Nou, het, het hoofdstuk eindigt nog met dat hij alweer op reis gaat, zijn laatste zendingsreis tenminste, dat hij ook weer thuis komt. Maar waar ik eigenlijk mee wou eindigen, is wat er staat op het moment dat Paulus opnieuw aan die derde zendingsreis begint, dat hij alle leerlingen moed insprak. En dat vond, dat vond ik mooi. Want als je daarvoor hebt gelezen wat God in het visioen tegen hem zegt, dan is dat ontzettend bemoedigend. Het staat hier. S'nachts zei de Heer in een visioen tegen Paulus: Wees niet bang. Maar blijf spreken en zwijg niet. Ik sta je bij. En niemand zal een vinger naar je uitsteken om je kwaad te doen. Paulus kon anderen later weer bemoedigen, omdat hij hier in Korinthe in een visioen door God bemoedigd is. Mogen wij ook allemaal zo mensen om ons heen bemoedigen, omdat wij ooit eens zijn aangeraakt door God. Heb het zo goed en tot morgen bij het dagelijks woord door de dominee.